Steeds meer voedselbanken in Nederland sluiten noodgedwongen de deuren. De voedselbank in Leiden heeft laten weten tot het bittere eind door te gaan en draait nog op volle kracht. Minister Carola Schouten en staatssecretaris Tamara van Ark brachten vandaag een bezoek aan Leiden om de vrijwilligers een steuntje in de rug te geven. Ik had de hele achterbak vol liggen met chrysanten. Ik was hier net voor bij een chrysantenkweker geweest. Die hebben het heel zwaar, die kunnen hun producten niet verkopen. Alles, eigenlijk de hele oogst, wordt niet meer afgezet. En hij hoorde dat wij naar de voedselbank gingen. En toen zei hij, nou, dan vind ik het wel ongelooflijk mooi om al die vrijwilligers te bedanken en ook de bloemen mee te geven voor de voedselbank. Het medeleven, dat is geweldig. En ja, we hebben bloemen gekregen voor onze vrijwilligers. We hebben overigens ook bloemen voor onze klanten vanmiddag. We hebben in Rijnsburg hebben wij een bloemenkweker heel veel bloemen gekregen. Dus de klanten krijgen vanmiddag ook in deze barre tijd een bloemetje mee. Nou, we zien nu gelukkig dat er nog voldoende voedsel aangevoerd wordt. Met name ook natuurlijk vanuit de horeca. Waar ik heb begrepen dat ook de Leidse horeca echt fantastisch werk heeft gedaan. Complimenten daarvoor. Zodat hier het voedsel er is. Maar dat is niet vanzelfsprekend dat dat natuurlijk zo blijft. Dus wij zijn al bezig om te kijken van als er niet genoeg vanuit de supermarkten komt. Wat zijn dan de andere plekken waar het voedsel dan vandaan kan komen. Om toch te zorgen dat dit waardevolle werk door kan gaan. En wat is uw indruk hier van de voedselbank in Leiden? Nou, ik kom regelmatig bij voedselbanken en dan ben ik altijd heel erg onder de indruk wat er gebeurt. En in deze bijzondere tijd hier zijn en deze voedselbank zien, ja, dat raakt me echt. Ik ben heel erg onder de indruk van wat de vrijwilligers doen. Ook een beetje ontroerd dat in deze hele moeilijke tijden mensen toch op deze manier voor elkaar willen zorgen. Heel erg van onder de indruk.